dat het stuk zo extreem vol met zeer expressieve akkoorden is, heeft een Duitse muzikoloog, Peter Schleuning, heeft de hypothese opgesteld, maar zeer speculatief, dat dit stuk misschien een soort lamento is of een aanklacht naar aanleiding van de dood van Bachs eerste vrouw, Maria Barbara. Want dat verhaal is wellicht bekend. Bach was op reis geweest met zijn broodheer en bij thuiskomst kreeg hij het nieuws te horen dat zijn vrouw dood was en begraven. Als je het stuk speelt en hoort en beleeft, dan zou het heel goed kunnen zijn dat er iets dergelijks achter zit. Want het is niet gewoon een klavierstukje. Heel typisch voor dit stuk zijn zeer uitgebreide en wilde sololijnen. Die verdelen we dan over twee handen. Maar het is eigenlijk een eenstemmige, van boven naar beneden, langs allerlei harmonieën. Dan is het stuk misschien het allerberoemdst voor een aantal arpeggio-passages. Waarin 8-stemmige akkoorden over het algemeen op en neer worden gespeeld. Waardoor je een heel... dit soort dingen... Nou, dan wordt het alweer onderbroken door... Als we op het midden van het stuk zijn aangekomen, komt er een heel speciaal gedeelte. Het heet recitativo. Dat is natuurlijk normaal een recitatief. Iets wat door een zanger wordt gezongen. Hè, waarin een verhaal wordt verteld in een opera of in een cantate. Hier dus een instrumentaal recitatief. Je zou er bijna een tekst bij kunnen voorstellen. Maar het is inderdaad een beetje alsof een zanger een verhaal vertelt. En dan komen de akkoorden er tussendoor. Van de begeleiding of het orkest. En dan gaat het verhaal weer verder. Nou, dat ontwikkelt zich zo verder. Het stuk is eigenlijk hier afgelopen. Een soort slotcadens. En dan krijgen we een chromatische afdaling. Nou, dan in de fuga wordt dat chromatische aspect ook verder uitgewerkt, want het thema zelf is heel chromatisch. Meteen aan het begin al. En hier nog een keer. Enzovoort. Het is een redelijk vlotte fuga, driestemmig, vrij doorzichtig, maar zeer concertachtig. Het is niet een hele serieuze ouderwetse fuga, wat die Bach ook wel geschreven heeft, met een ouderwets contrapunt, maar een hele, je zou hem ook je kunnen voorstellen, door strijkers gespeeld. Met dit soort figuren erin en veel virtuoos passagewerk ook. Veel trillers en dergelijke. Maar ja, goed, het is natuurlijk typisch voor heel veel muziek van Bach. Hè? Er zit zoveel uitdrukkingskracht ook in. Naast de ongelooflijke, puur ambachtelijke virtuositeit van schrijven en inventiviteit van motieven en combinaties en ontwikkelingen. Maar die diepe gevoelswereld.